weer deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Zo blijf je namelijk altijd op de hoogte van een nieuwe video plaats. Zoals ik zei, is het dus een weekvlog. Het is vandaag ook maandag. Het is nu 1 uur. Voordat we beginnen met de weekvlog, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet dus niet op mijn kanaal te abonneren en me te volgen op Instagram. Hij is @SarahVerwoerd. Ik praat hier altijd updates over mijn YouTube. En stel je heel vaak vragen, Q&A's. Ik ben altijd wel actief in mijn story. Ik heb zo meteen tentamen, maar daar heb ik niet voor geleerd. Maar ik ga alleen de vraag screenshotten, dus dat ik de vraag eigenlijk soort van kan leren. Ik heb 2 tentamens niet gedaan, want ik kon het gewoon niet. Ik heb verder alles, maar ik kon het gewoon niet. En weet je, ik had gewoon geaccepteerd van als het niet lukt, dan lukt het niet. Dus ik ga gewoon voor de herkansingen. En ik hoop dat ik de herkansingen wel haal, want het zijn wel hele moeilijke tentamens. Ja, ik heb zo meteen een afspraak met een bedrijf. Voor eventuele samenwerking. Verder heb ik niet zoveel op de planning. Ik wil eigenlijk shoplog gaan filmen. Ik heb nog allemaal pakketten van shop. Van Comicat Fashion. Van Naked. Van Chiquelle. Dus even een shoplog. En ik ga nu wat eten. Ik ben een croissantje aan het maken. Ik ga nu even beneden wat eten. En dan ga ik naar die afspraak. Het is gelukkig bij mij hier in de buurt. Dus dat scheelt. Outfit of the day is deze trui van Naked. Oversized blazer is ook van Naked. De broek is ook van Naked. En de schoenen zijn van Shein. En ik doe denk deze tas erbij. Of deze. Nee, ik doe deze denk ik. Het is wel leuk dat het in de trui weer terugkomt. Ja hoor, helemaal leuk. Nou, ik was net bij de jongens geweest. Het was super gezellig. Binnenkort, nu nog niet, komt er meer over bekend wat het project is. En you know, ik ga nu naar huis. Ik heb het fucking koud, want het is echt koud buiten. En ga ik een shoplog filmen, denk ik. Het is inmiddels al een tijdje verder. Ik heb even wat mails beantwoord. Het is 4 uur. Ik heb even een snackie, namelijk dunne maiswafels met spicy rode biet smaak. Ik heb deze al wat vaker op. En het leek me heel erg lekker. Ik weet dat het wel lekker is. Echt gezond. Het is inmiddels 5 uur. Ik wilde eigenlijk de shoplog filmen alleen. Ik heb echt zoveel last van mijn baarmoeder. Ik heb zoveel kramp in mijn buik gewoon. En het doet pijn. En ik heb heel de tijd op bed plat gelegen en toen dacht ik, ik had een paar zitten mogen doen, maar het hielp niet. En nu dan ging ik denken, joh, ik ga morgen gewoon lekker die shoplog filmen. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Weet je, boeia, ik heb morgen ook gewoon tijd. Dus het komt helemaal goed. Maar ik ben zelf zo benieuwd naar de kleding, want het ligt al een week op mijn kamer. Op een gegeven moment wil je gewoon, als je een pakketje binnen hebt, wil je gewoon meteen openmaken. Maar ja, dat kan dus niet. Het is nu dus bijna 4:15. Ik ga zo meteen denk ik even weekvlog editen en zo. Verder ga ik niet zoveel doen. Mijn oma komt vanavond gezellig bij ons eten. En ik ben echt fucking blij met mijn haar, by the way. Ik ben echt super blij met mijn haar. Het is echt veel lichter. En ik wil misschien echt een keer helemaal naar blond. Maar ja, dat kost natuurlijk een paar stappen. En het begint steeds blonder te worden al. Ja, hier is het nog wel heel bruin. Ik wil eigenlijk mijn uitgroei zo, en dan, ik heb hier twee van die plukjes zo, maar ik wil dit zo natuurlijk mogelijk houden. Maar ik wil eigenlijk wel gewoon een keer helemaal naar blond. Het lijkt mij best wel vet. Wat denken jullie? Let me know. Het is inmiddels 1:30 en 3 graden. Wie er weer tot 1:30 zit te editen, that's me. Ik heb letterlijk vanavond gesimst. Ik heb het echt al een jaar niet gedaan. Ik heb Sims 4 op mijn laptop. Ik dacht, waarom ook niet? Het is coronatijd. Het is wel iets leuks om te doen. En toen ging ik de hele weekvlog editen. En als ik eenmaal een weekvlog aan het editen ben, dan kan ik niet stoppen. Ik kan niet halverwege stoppen met editen. Dat kan ik gewoon niet. Dus ik moet het dan afmaken. Of dan denk ik elke keer, oké, ik edit nog 1 dag. En dan is die dag best wel snel. En dan denk ik, oké, ik ga nog een dag editen. En ik ga nog een dag editen. En dan is de hele weekvlog af. Dus ja, zo gaat dat. Het is nu 1:30. Ik ga lekker naar bed. Zie ik je morgen weer. Morning, het is vandaag dinsdag. Ik heb vanochtend even aan de belasting gezeten. Want ik ben natuurlijk eerst bij de Kamer Koophandel met YouTube en zo. Dus ja, moet je ook de belasting opgeven. Helaas moeten we gewoon betalen voor alles wat ik verdien. Kut Nederlands, nee. Ja, ik ben nu make-up aan het doen. Ik heb nu een moisturizer op. Ik ga even een primer op doen.
Deze primer is aangeraden door een kijker. En ik ben er heel blij mee. Dus degene die deze heeft aangeraden, thanks. Ik ga zo meteen een shoplog opnemen van alle pakketten die hieronder liggen. En ik ben een video van Steph aan het kijken. Mijn girl. I love her so much. En ik ben helemaal blij opgestaan. Het is al 12 uur of zo. Bijna 12:30. Lekker rustig aan het doen. Want jij moet toch, ik heb toch niks doen nu. Oké, ik heb me inmiddels helemaal ready gemaakt. Dat is een beetje raar licht. Oké, ik ben helemaal ready. Ik ga nu de shoplog filmen. Ik moet even nog mijn andere softbox pakken. Het is inmiddels bijna 1 uur. Ik heb echt heel lang gedaan over make-up. Maar ik had er gewoon lekker zin in. Even achter mijn make-up tafeltje zitten. Lekker te vliegen. En ik heb het echt fucking koud. Maar ja. Ik ga lekker filmen. Woe! Zo, ik ben klaar met het filmen van de shoplog. Het duurde echt vet lang. Oh nee, ik heb een uur gedaan. Nou, een uur is best wel lang eigenlijk. Ik zal jullie even de behind the scenes. Ik heb nu trouwens iets aan van de shoplog. Super leuk truitje van Chiquel. Maar het is echt een one big mess. Dat is zo kut altijd. Maar ik ga het even een beetje opruimen en dan ga ik wat eten. Want het is alweer 2 uur. Ik heb even 3 rijstwafels met kipfilet gemaakt. Ik heb cranberrysap. En ik ga een beetje YouTube kijken, denk ik. Hey, het is inmiddels 4:30. Ik heb eigenlijk weer zitten werken en niet YouTube zitten kijken. Maar ik ga nu naar mijn werk toe. En ik ben helemaal ingepakt. Het is echt koud. Een sjaal om en alles. En dan zie ik jullie naar werk weer. Ik ben inmiddels thuis van werk. Ik heb net gegeten. Moeder had lekker tomatensoep zo gemaakt. En wat frietjes gebakken. En ik ben nu de Queen of the South aan het kijken. Ik ben nu bij seizoen 2 aflevering 1. Ik vind het echt heel leuk. Echt aanraden om te kijken. En ik heb nog verkeerde camera instelling. Zie ik nu. Kijk maar. Kijk, dat is totaal ander licht. Dus dat is beter. Ik weet echt niet meer vanaf wat ik ga doen. Ik heb echt geen idee. Gewoon lekker serie kijken. Misschien ga ik even een maskertje op doen. Ik zie het dan wel. Een avondje vrij is ook niet er. Het is inmiddels een tijdje verder. Het is nog best wel vroeg. Het is voor mij vroeg. 10:45. Ik ga meestal rond 12 naar bed. Ik heb het de hele tijd Sims 4 gespeeld. Ik heb dit echt een jaar geleden gekocht. En het is zo leuk. Het enige wat ik eigenlijk leuk vind is eigenlijk de huizen bouwen. Ik heb echt een mega villa gebouwd. Ik kan morgen even laten zien. Maar ik had even zin om een maskertje op te doen. Dus ik ga deze sheet mask opdoen. Met zogenaamd caviar. Er zit sowieso geen caviar in hoor. En dit staat er ook. Give your skin a boost. Dus ik ga deze opdoen. Ik ga eerst make-up afhalen. En dan ga ik dit erop doen. Ik moet 15 tot 20 minuutjes op. En dan ga ik even een lekker kopje thee pakken. En dan lekker spa night. Oké, ik heb even mijn make-up eraf gehaald. En ik ga nu dit masker opdoen. Maar dit is gewoon zo'n sheet mask. Dus dat kan je gewoon op je hoofd leggen. En dan hoef je verder niks te doen. Oh, dat moet weer 15 tot 20 minuten op. Dit is altijd zo vies en plakkerig. Wacht even. Nee, dit ziet er echt niet uit. Maar I don't give a fuck. Kijk. Oké, dit ga ik nu op mijn hoofd leggen. Tegenpak, maar ik weet helemaal niet of het gaat lukken om met dit ding thee te drinken. Nou, ik lijk echt vet eng nu. Maar dit laat ik nu dus even 20 minuten zitten. Oké, de masker heeft er 20 minuten op gezeten. En ik ga hem er nu even halen. Oh, dat voelt echt zo. Er zit allemaal make-up op nog. Ik had niet heel goed mijn make-up er dus afgehaald. Ik weet niet of je het kan zien. Maar, ja. Dat heeft vast wel mijn skin een boost gegeven. Maar nou, ik weet niet, ik kan dat nooit echt zien of zo. Ik vraag dit er gewoon een beetje in en laat het intrekken. En dan zou het gewoon zo goed zijn. Ik ga zo denk lekker met bed in. En dan ga ik hem proberen op tijd te slapen. Want gisteren sliep ik echt weer om 1:30 of zo. En dan word ik weer veel te laat wakker. En ik vind het gewoon kut. Want dan begin je je dag gewoon kut. En het is vandaag woensdag. Het is 9:30. Ik kon gisteravond echt niet slapen. Het was echt 1:30 of zo. 2 uur. Ik ga even een ontbijtje maken. Koffietje zetten. En verder geen idee nog wat ik ga doen.
Zo, ik heb even mijn ontbijtje gemaakt. Ik heb hier een appeltje in het kaneel. Pindakaas, hier heb ik havermout met appel, kaneel ook. Wat cacao nips en ook een beetje pindakaas en een beetje honing. Dus ga ik lekker opeten nu. Alright, het is inmiddels bijna 1, of het is 1 uur geweest. Ik heb even gedoucht en me klaargemaakt. Ik heb deze trui van Naked aan. Nieuwe broek van... Ik kan het niet goed zien. Deze nieuwe broek met hier heel leuk een splitje van Naked. Ook van Naked. En schoenen zijn van Concat Fashion. Ik heb een hele leuke mededeling. In ieder geval niet per se een hele leuke, maar... ik heb van Juice Express een sappenkuur gekregen. En dat is eigenlijk een eendaagse detox. Dat betekent dat morgen ga ik dat doen. Ga ik alleen maar sapjes drinken. En ik heb ook gembershotjes gekregen. Ik ga er alvast één nemen, want ik heb er meer gekregen dan je zomaar nodig hebt. Ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik zie het heel vaak voorbij komen. En ik heb ook een kortingscode waarmee je 10 euro korting krijgt. Die zal ik hier in beeld zetten. Volgens mij is het Sarah VWD, als ik het uit mijn hoofd goed heb. En ze hebben nu een speciale lijn lopen voor corona, wat goedkoper is. En je kan 1 dag, 3 dagen, 5 dagen. Zoals ik zei, heb ik het dus voor 1 dag. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar, maar ik ga het dus morgen doen. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Je krijgt het binnen in zo'n doos, echt met een koeling en zo. Je moet het echt in de koeling bewaren. Dit zijn dus de sapjes. Ik heb er dus 6. 2 van alle smaken 2. En ik heb hier allemaal gemmershotjes. Dus ik ga er alvast 1 doen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog nooit een gemmershotje op. In ieder geval 1 keer een beetje half, maar niet zoveel. Dus we gaan het uitproberen. Er is ook een boekje erbij met alle uitleg. Hier staat een voorbeeld van de tijden waarop je de sapjes kan nemen. Maar ik ga dit ding gewoon aanhouden. Nooit echt zo'n groot gemmershotje op. Maar moet je dat in 1 keer opdrinken? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Dit is echt goed voor je. Oh, ik vind dat best wel lekker. Ik vind het helemaal niet vies. Nee, dat is ook niet vies. Dat is ook niet. Ja, maar mensen zijn altijd zo heel overdreven van eeuw, mijn hele keel brandt weg, maar... Nee, met citroensap is het denk ik. Ik vind het best wel lekker. Ik heb even lekker een lunch gemaakt met maiswafels, avocado en kipfilet en een beetje peper. Okay, het is inmiddels een tijdje verder. Ik weet wat ik nou gedaan. Ik heb de laatste pins op de i gezet van moeders website. Die gaat morgen online. Ik heb even stukjes gefilmd over morgen voor die sappenkuur die ik ga doen. Detox, die ga ik morgen doen. Ik ga nu naar Stan toe. En daar blijf ik ook slapen. Dus morgen ga ik dat bij hem ook doen. Maar ik zal het sowieso met jullie meenemen. Ik ben echt super, super erg benieuwd. Ja, hoe ik het afga. Ik heb dus een dag meegedaan met Ramadan. En toen heb ik helemaal niks gegeten en gedronken. Dus, I mean, dan moet dit ook goed komen. Nu mag ik gewoon 6 sapjes drinken. Dus, het moet goed komen. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik ga nu naar hem toe rijden. Echt zin om mijn schat weer te zien. Morning, het is vandaag donderdag. Het is vanaf donderdag, ja. Ik ben bij Stan en blijf slapen bij de studio. Ik heb vandaag dus die detox cure van Juice Express. Je moest er eigenlijk in de ochtend beginnen, maar het is al bijna 12 uur. Dus dat maakt het alleen maar makkelijker voor mij. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want ik moet ook werken. En ja, je gaat natuurlijk bijna niks eten, maar ja. Komt vast wel goed. Ik ga me wel opmaken, want ik moet ook een Insta post van maken. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe het mij afgaat. Ik heb een keer de dag niet gegeten en gedronken. Dus ik bedoel, moet het nu wel goed komen. Maar dan mag je natuurlijk wel in de avond eten. Dat mag nu ook niet. Maar je mag aan de andere kant wel gewoon vullen in sapjes. Hoop ik dat ze vullend zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga zo een gemmershotje weer nemen. En dan een tijdje daarna een sapje, het eerste sapje drinken. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze smaken. Ik mag dus wel water en thee drinken. Ik vind het heel kut dat je geen koffie mag drinken. Want ik word echt niet wakker eigenlijk als ik geen koffie drink. Maar ja, het zijn zo.
Op mijn werk zijn ook altijd allemaal lekkere koekjes en zo. Dat kan ik nu dus ook niet pakken. Het andere voordeel is dat ik wel word ingewerkt op een nieuwe route. Dus ik werk samen met iemand. Dus dat scheelt wel weer. Ik ga even make-up doen en dat laat ik even versnellen. Alright, ik heb me helemaal opgemaakt. Ik wil alleen mijn wimperkleur vergeten, dus mijn wimpers zien er echt niet uit. Maar... Ik ben echt een loser. Ik ga naar beneden en ik ga mijn eerste dingen shotten en drinken. Oké, ik ga mijn eerste gember shot nemen. Van vandaag. Ik heb gelukkig nog niet zoveel honger, want ik heb nooit echt honger in de ochtend. De camera staat een beetje laag, maar let's go. Oeh, hij is wel wat vieze, want ik had net mijn tanden gepoetst. Oeh, maar oké. Ik ga denk over een half uurtje over het eerste sapje nemen. Deze is in ieder geval al goed. Ik ga denk ik ook even een kopje thee zetten, want dat mag wel. Oké, ik ga nu het eerste sapje drinken. Dit stinkt echt heel erg. Het smaakt een beetje naar rode bieten of zo. Niet heel vies. Het ruikt veel viezer als dat het is. Nou, ik ga deze op drinken. Het is inmiddels 2:30, mijn eerste sapje al op. Ik heb nog niet echt heel veel honger of zo. Maar ja, op zich gaat het wel goed. Maar we vervelen ons gewoon dood, want we hebben eigenlijk gewoon niks te doen. En normaal ga je dan eten en dan ga je lekker dingen maken. Maar ja, daar ga je dus helemaal de fout in dat je op zondag gaat eten en zo. Maar ja, we hebben nu gewoon echt niks te doen. Dus ja... Nu gaan we maar even boodschappen doen, want mijn vrienden hebben nog wat spullen nodig. Of hier was Stan. Nu gaan we maar boodschappen doen, want Stan wil zijn smoothie maken, maar misschien vrij meer. Maar ja, op zich gaat het dan wel goed. Oké, het is inmiddels 4:00. Ik heb 3 sapjes op. Ik voel me wel een beetje licht in mijn hoofd, merk ik. En ik merk dat ik heb niet honger. Ik heb totaal geen honger eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk totaal geen honger. Maar ik merk gewoon dat ik heel erg licht in mijn hoofd ben. Op zich vullen de sapjes wel gewoon. Maar je merkt gewoon dat je zeg maar alleen vloeibaar iets op hebt. En dat je niet echt een bodem hebt, zeg maar dat. En ik moet nu wel gaan werken. En ik kan niet zo goed nadenken. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Het is eigenlijk niet zo handig om ja, dit te doen als je werkt. Maar het kon even niet anders. Want morgen moet ik ook weer werken. Anders was het weer weekend. Dus het was te laat. Ik vind het echt prima te doen. Ik denk dat ik dit oprecht wel voor 3 of 5 dagen vol zou kunnen houden. Dus ja. Eigenlijk bevalt me tot nu toe heel goed. En ja. Heel benieuwd hoe ik aan het einde van de dag natuurlijk ben. Ik mag wel gewoon thee drinken. Ik heb wel een kopje groene thee op. Ik denk vanavond gewoon lekker in bad gaan. Niet veel gaan doen. Hopelijk is het niet zo druk op werk. Maar net was het super gezellig. We hebben nog even Monopoly gespeeld met zijn broertje en een vriend van hem. Met Stan. Dus het was heel leuk. Het is inmiddels de volgende dag. Ik heb jullie helemaal niet meer geüpdate. Maar dit is wel even nodig. Ja, zoals gisteren laatste wat ik jullie had gezegd, ging het eigenlijk allemaal super goed. En ik had helemaal niet veel honger. En dit en dit en dit. Maar op een gegeven moment ging naar werk. Dat ik snel nog 1 flesje echt naar achter gegooid. En toen ben ik gaan werken. En
ja, toen is het gewoon echt niet goed gevallen. Ik werd heel misselijk van. Je eet natuurlijk helemaal niks. En als je dan opeens zo'n flesje, zeg maar, at eigenlijk naar achter. Want die is wel kwam er aan. Ik dacht, ook moet snel drinken. Is het gewoon heel zwaar gevallen. Waardoor ik echt super misselijk ben geworden. En het er heb uitgekotst. Oprecht. Ja, ik denk gewoon dat het niet handig was dat ik ben gaan werken. Dit is gewoon te veel geweest. Dat flesje te snel achtergooid is gewoon verkeerd gevallen. Maar daarbuiten heb ik het wel volgehouden. Ik heb daarna gewoon alleen nog maar water en thee gedronken. Want ik kon die sapjes echt niet meer zien. Ik denk wel dat het gewoon alsnog natuurlijk gewoon goed is. Ik heb ook gelezen dat je er gewoon oprecht ziek van kan worden. Je kan er ziek van worden. De afvalstoffen willen je lichaam verlaten. En ja, je kan er gewoon oprecht scoort van krijgen. Je kan er zelfs ziek van worden. Dus ja, het is gewoon iets wat kan gebeuren. Ik weet zeker als ik gewoon rustig thuis in mijn bed had gelegen. Gewoon rustig die sapjes had gedronken. Dat er niks aan de hand was. Maar dat het allemaal snel gehaast. Stress, werken. Ja, dat is gewoon niet goed gegaan. Dus tip. Wil je doen? Neem echt een dag ervoor uit. Rust. Plan niks. Wees gewoon lief tegen jezelf. En er staat ook bij van luister gewoon goed naar je lichaam. Eigenlijk hoefde ik dat sapje niet meer. Maar ik dacht, ik ga nu een paar uur werken. Dus ik moet het eigenlijk wel nemen. En dat is gewoon, ja, gewoon dom. Dus ja, ik ben uiteindelijk gewoon naar mijn werk in bad gegaan. Want ik voelde me gewoon niet zo lekker. En toen heb ik gewoon heel veel thee en heel veel water op. Ik had in de avond echt super veel honger. Het is nu 11:15 en ik werd wakker met helemaal geen honger. Ik heb alleen nog maar een koffietje op, want dat had ik echt mist. Koffie, I love it. Ik ga zo wel even beginnen wat eten. Moet ik gewoon rustig gaan opbouwen. Niet dat je opeens weer een hele zware maaltijd gaat eten. Dus ja, ik weet niet. Het is me eigenlijk achteraf heel positief bevallen. Meestal heb ik, als ik het van iets overgeef, dan kan ik het even niet meer zien. Dus ik zou het zeker nog een keer doen. Maar dat rode bietensapje die eruit is gekomen, die hoef ik echt nooit meer. Nee, maar het is zeker aan te raden. Ik voel me heel. Ik had heel erg een opgeblazen gevoel. Ik ben ook volgens mij een 0,5 kilo eraf gevallen. Maar dat, ja, gaat er sowieso wel weer bij als ik weer ga eten. Maar ik voel me veel minder opgeblazen gevoel. Ik voel me veel minder hongerig en zo. Dus ja, ik denk dat het gewoon een goede start is. Even een detox, even alles eruit. Dus overal ben ik er wel positief over. Het is alleen gewoon niet slim hoe ik het heb gedaan. Ik heb trouwens ook kortingscode SARAVWD. En dan krijg je 10 euro korting. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Ja, dat is gewoon mijn eerlijke mening. Ik kan ook liegen alsof het allemaal perfect is. Maar zo gaat het zeker niet. Je kan er ook gewoon geen last van hebben. Je kan er veel last van hebben. Dat is natuurlijk gewoon per persoon bepaald. Maar ik ga nu een video editen, want die moet morgen online. Verder moet ik vanmiddag ook nog werken. Dus ja, ik ga even kijken hoe de dag loopt. En ik ga lekker eten, want ik kan eindelijk weer eten. Het is inmiddels 3 uur volgens mij. Ik heb me gedoucht, een beetje omgekleed. Ik had net een borrelafsluiting. Nou, echt hashtag no borrel. Van mijn school. Ik ga hierna minor volgen. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Echt heel erg benieuwd. Ben ik nu een kaas niet zo aan het opwarmen, want daar had ik heel veel zin in. En ik ga video editen en dan ga ik vanmiddag weer werken. Ik heb alleen een nieuwe route, want ik bezorg. En nu heb ik een nieuwe route en dat is altijd zo kut als je een nieuwe route hebt. Want, godverdomme, ik laat al die zooi weer op de grond vallen. Maar met een nieuwe route ken je natuurlijk weer niks, dus dat is eigenlijk oh, helemaal kut. En het gaat langzaam. En nou, ik heb trouwens deze nieuwe broek aan van Naked. En deze top van Savool. Ja, ik ga even alleen video editen. Die moet morgen online. Mukbang met Isa. Dus een mukbang. Die staat ook al online. Voor jullie als jullie dit kijken. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Want ik heb ook niet meegevuld te vertellen. Ik ga die kaasburger lekker op een broodje. Met een beetje saus en sla, een soort McChicken, maar dan op een gezonde manier maken. En ik heb met mayo en sriracha saus, dus eigenlijk wordt het een soort spicy McChicken. Heel benieuwd. Echt geen idee wat er nou gebeurt. Een hele burger. Veel uit elkaar, maar oké, het zal wel. Ik hoop nu dat die vet overdatum is, maar dat zie ik dan wel weer. Mmm. Hallo. Heel lekker.
Nou. Hij wil niet scherp staan, hè? Mmm. Echt een soort spicy McChicken. Wat lul ik trouwens, McChicken is met kaas. Spicy. Nou, ik weet echt niet wat ik zeg, maar ik ben echt helemaal erg over in mijn hoofd. Het is in ieder geval heel lekker. Het moet zo werken. Dus ik ga dit opeten, video editen en dan werken. Nou, net even. Hij stopt er opeens mee. Ik heb dit gewoon met koffie gedaan, een espresso, havermelk en een beetje normale melk en ijsklontjes. Heel lekker. Oh, de video is wel klaar, maar ik ben alweer veel te lang bezig geweest. Ik moet nu echt naar mijn werk. Ik moet eigenlijk nog even iets anders aan doen, want dit is een buikkopje, dus dat ga ik niet zo op werk aan doen. Ik heb weer helemaal stress. Oké, het is inmiddels avond. Ik ben hier met Stan en we gaan nu naar Isabel. Gezellig met Bo of met z'n viertjes. Drankje doen en spelletjes, want ja, het is vrijdagavond, we hebben niks te doen. Ik heb ook heel mooi opgemaakt. Maar ja, we gaan eigenlijk niks doen, maar ja, dat vind ik gewoon leuk. En ik heb lekker mijn witte jasje aan. Maar we moeten lopen, want we gaan natuurlijk drinken. En ik heb geen zin om te lopen, want ik haat lopen. Good morning. De laatste keer dat ik heb gevlogd is vrijdagavond volgens mij. Het is inmiddels al maandag. Ja, een goede uitleg. Ik zit denk ik gewoon niet zo lekker in mijn vel, denk ik. Zaterdag heb ik een hele leuke dag gehad. Mijn Stan was natuurlijk blijven slapen. Mijn broer kwam op bezoek met zijn zoontje. Dat is mijn neefje dus. Dus we hebben een hele leuke dag gehad. Dus ik ben helemaal vergeten te vloggen. We waren hier gewoon thuis met elkaar aan het spelen. Lekker in bed, filmpjes gekeken, gegeten. Helemaal niks bijzonders gedaan. Dus ja, dan vergeet je ook gewoon een soort de camera te pakken. En dan wil je gewoon van het moment genieten. En dan ja, vergeet je de camera gewoon. Omdat ik mijn broer heel weinig zie. Omdat hij 2 uur hier vandaan woont. Toen zaterdagavond ben ik naar Stan gegaan. We hebben daar gewoon een avond een beetje spelletjes gespeeld, filmpje gekeken. Want ja, het was natuurlijk avondklok, dus ik kon niks doen. En toen zondag, gisteren dus, ben ik ook de hele dag daar geweest. Eigenlijk ook gewoon niks gedaan. En toen, ja, ik kwam thuis. En toen, ik val altijd een soort in de gat op zondagavond. Dan heb ik altijd zoiets van, nou, was dit nou zeg maar een week? Ik heb het echt heel leuk gehad, maar alles voelt zo doelloos of zo. Weet je, je werkt niet ergens naartoe. En mijn school, ik had vandaag dus een tentamen, dat is niet gelukt. Gewoon al die dingen die gewoon bij elkaar opstapelen. En ik had echt, echt, echt geen motivatie om te filmen. Gewoon, ik voelde me heel kut dat ik al 2 dagen niet had gefilmd. En toen dacht ik echt van ja, deze zondagavond heb ik me zo kut gevoeld, het gaat niet beter op worden. Ik film morgen wel gewoon. En als ik echt moet vloggen omdat het echt moet, dan vind ik het ook niet leuk. Dus ik heb volgens mij wel genoeg gefilmd door de week, hoop ik. Ik heb nu een lekker Starbies gemaakt, die je heel veel op TikTok ziet. Maar dan een soort van gezonde manier. Dus ik kan die wel laten zien. Dan moet je de volgende week vlog checken. Dan zal ik het vast wel een keer laten zien. En ja, ik hoop dat jullie gewoon het begrijpen. En weet je, soms loopt het gewoon zo. Ik heb wel genoten van de tijd. Alleen op een gegeven moment, ik weet niet. Ik heb echt een beetje een doelloos leven. En ik ben heel positief. Jullie weten dat. Ik ben nu vanochtend ook gewoon opgestaan van we get this. Weet je, we get this week. We gaan ervoor. Komt helemaal goed. Maar daarom heb ik dus niet gefilmd. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik hoop dat jullie de video wel allemaal leuk vonden. Volgende weekend, dus deze week, vond ik het wel eens heel leuk. Want ik ga met Stan naar Maastricht. Dus daar heb ik echt super veel zin in. En ja, ik hoop dat jullie het gewoon leuk vonden. Vond je het wel leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Ik zou het ook heel leuk vinden als je me zou willen supporten op de abonneerknop te klikken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!